Hallo iedereen, welkom dat jullie kijken naar een gloednieuwe video. En vandaag, zoals jullie zien, spelen we Train Simulator Classic. En vandaag gaan wij rijden met een best wel bijzonder en heel iconisch materieel. Eigenlijk ook gewoon de trein die het meest bekendste is binnen NS. We gaan namelijk vandaag rijden met de MAT 64. En we gaan rijden vanaf Nijmegen richting Wijchen. En daarna keren we weer terug. Maar wij gaan voor de video gaan we tot Wijchen. Dus ik zou zeggen, laten we op de escape knop drukken. En dan gaan we in de cabine. Laten we ondertussen de deur even open doen. Even de deurtjes open doen. Laat B even aanzetten. En de lichten. Dan doen we ook nog de trein. Nee, ik doe de meterverlichting aan. Kijk, zo, oké. Nou, zoals je ziet, we zitten in de MAT 64. Ja, het is echt een, wat zal ik erover zeggen? Blijft nog steeds mooi oud materieel. Zowel van buiten als van binnen. Blijft gewoon een leuk, grappig treintje. En dit is ook wel echt de langst. Volgens mij is de MAT 64 wel één van de treinen die het meest langst in dienst heeft gezeten. Als ik het zo goed zeg, denk ik. In ieder geval als ik het zo goed denk. Ik weet hoe jullie erover denken, maar volgens mij heeft de MAT 64 echt wel het langst in dienst gezeten van alle NS-treinen. Want de MAT 64 is in dienst gekomen, zoals het eigenlijk al zegt, 1964 en 1965. En heeft dienst gedaan tot en met 2016. Dus ja, dat is echt wel mooi 50 jaar. Echt wel mooi, een lange 50 jaar. Maar dat kun je niet zeggen over de... Ja, dat kun je niet echt zeggen over de, bijvoorbeeld de SGM of bijvoorbeeld over de ICM straks. Want die gaan straks ook uit dienst. Wij stoppen onderweg om station Nijmegen-Govert, station Nijmegen-Dukenberg en station Wijchen. Dus dat wordt wel een leuk ritje. En ik ga proberen deze video ook weer wat shots te maken, jongens. Neem aan dat jullie dat wel leuk vinden. Dus dan ga ik dat zeker weten doen. Trouwens, moeten wij niet omkeren? Want ik heb wel het gevoel alsof... Oh nee, trouwens, dat gevoel goed. Nou, we wachten heel eventjes totdat we gaan vertrekken. Nou, dit is het interieur van de MAT 64. Ja... Het ziet er niet modern uit, maar ja, voor die tijd was het wel natuurlijk heel erg modern. Sorry dat er even een gaapje tussendoor komt. Maar ja, voor die tijd was het wel heel erg modern. En het leukste van alles, ja, is dat gewoon de raampjes nog toen die tijd gewoon open konden. Dat vind ik zo jammer dat het nou niet meer kan. Maar ja, als er airco in de trein is en als er een kachel in de trein is, dan wil je ook niks meer aan met... Hey, er komt gewoon een SGM binnengereden. Die inmiddels ook weer uit dienst is. Ik ga even ondertussen kijken wat voor materieel we ondertussen hier op station hebben. Wij zelf hebben een 4-baks MAT 64. Dan hebben we hier nog een mooie firm staan. Met 6 bakjes. Waar gaat deze firm heen? Deze firm gaat richting Den Helder. Dan hebben we hier nog een derde zet opgesteld staan. Wat hebben we nog meer staan? SGM die net is binnenkomen rijden. Dan hebben we hier nog een hele zoot aan DDM. 1 rijtuigen. Allemaal opgesteld eigenlijk als het ware. Hier nog wat andere. Ja, DDR, DDM1 rijtuigen. Volgens mij zijn dat gewoon DDR rijtuigen. Ik weet het zeker. Maar volgens mij, ik weet wel dat de... Ik weet het wel, volgens mij is dit gewoon de DDR rijtuigen. Met de groene bankjes. En de, als ik het goed zeg, de DDM1 treinstellen, die hebben rode banken. Dus... Ik ga het misschien nog een keertje opzoeken. En hier nog een MAT 64 treinstel. Dus er staat genoeg in ieder geval.
Nou, en hier staan wij met ons eigen treinstel. Wat ik veel vaar... Oh, allemaal vol gaan rijden. Zo, en dan gaan we vertrekken vanuit station Nijmegen. En zoals ik al zei, wij gaan tot en met Wijchen voor de video. Ik zal wat sneller optrekken. Nou, dat was dus de omroep. Ik weet niet of jullie het konden horen, maar wij inmiddels vertrokken richting Nijmegen-Govert. En ik ga er gewoon lekker een cabinerit van maken. Ik denk dat ik gewoon op alle stukjes gewoon lekker een cabinerit van ga maken. Dan heb ik gewoon lekker een korte... Ik bedoel, de stukjes tussen Nijmegen zijn volgens mij niet zo heel erg lang. In ieder geval de tussenstations ertussenin. Oh, ik ga alweer veel te hard. Dan rem ik af en dan mag ik alweer 130. DDZ ons tegemoet. Maar ja, zoals ik al zei, het is leuk om lekker weer verkeer met oud materiaal te rijden. Sowieso vind ik dat altijd wel het leukste. En sowieso kan het ook in het gewoon in het spel gewoon oud materiaal rijden. Materieel rijden in plaats van het echt. Ook al ben ik zelf geen machinist, maar... Ja, kijk, nu kan het, tenminste. Dan komen we aan op station Nijmegen-Govert. Ik hoop dat ik het net nog aanrem met... Nijmegen-Govert, station Nijmegen-Govert. Want jullie weten wel hoe een rem van een Mat 64 in zijn werk gaat, denk ik. Zo. Ja, deze hebben we, laat ik het zo zeggen jongens, de remmen van de Mat 64, jullie hoorden het eigenlijk al aan de piepende remmen. Dus, en dat komt vanwege die gietijzeren blokken die tegen die, die echt gewoon tegen het wiel aankaatsen. Ik weet niet of het zo überhaupt werkt, maar hè. Misschien ook wel. Maar ja, als je echt gewoon... Net voordat ik bijvoorbeeld 10 kilometer rijd of 20, dan hoor je echt die piepende remmen. En ja, het klinkt, ik vind het eigenlijk wel, ik vind het eigenlijk wel wat hebben. Aan de andere kant wel rete irritant als je op rond staat, maar hey, zo in die tijd had je ook niks anders. Maar kijk gewoon ook gewoon hoe de cabine van de Mat 64 eruit ziet. Ja, het is oud, het is niet overcomfortabel. Je hebt ook hier gewoon een klein bedieningspaneel. Ja. Een paar hendels. Dus ja. Veel mensen vragen zich ook af. Wat zou deze vreemde lamp zijn? Nou, deze lamp, je ziet het al. Het heeft een rode lamp en een witte lamp. En stel je voor als er één sluitsein kapot is. Dan kunnen ze één... Dus bijvoorbeeld als er bijvoorbeeld een sluitsein ontbreekt of als er een frontsein ontbreekt, dus als die bijvoorbeeld stuk is, dan kunnen ze die lamp gewoon ergens ophangen. En dan ja, heb je alsnog gewoon één sluitsein of één frontsein. En uiteraard volgens mij kan dat ook gewoon gebruikt worden als normaal zaklampje.
Maar ik, ja, ik weet niet precies hoe het allemaal in zijn werk gaat. Maar volgens mij kunnen ze die lamp wel daarop hangen. Bijvoorbeeld aan dat aan het hendeltje van een ruitenwisser. Goed, gaan we op weg richting Nijmegen-Pukenburg. En hier maak ik ook weer lekker een cabinerit van. Ik denk dat ik toch geen shots ga doen onderweg, want daar vind ik de rit een beetje te kort voor. Want we komen over 2 kilometer, ja, we zijn er al zo weer bijna. Dus daar ga ik geen shot van nemen. En hier, zoals je ziet, nog het oude GSMR. Misschien kan ik zo dadelijk eventjes zo, ja, even de knopjes laten zien. Dat is ook wel leuk. Maar we komen eerst even aan op station Nijmegen-Dukenburg. Of is het Dukenburg? Nee, het is wel Dukenburg. Dukenburg station. Kijk, zoals je ziet moet ik echt al heel erg hard remmen. Bijna tot aan de noodstop. En nu kan ik al wat... eraf halen. Even kijken, wat hebben we allemaal? Dit is het ontgrendelen van de deuren, dodeman, het in dienst zetten van de EP-rem, ontgrendelen, droogschakelen, stroomafnemer, snelschakelaar, compressor, motorgenerator, hoofdverwarming, treinverlichting, dus voor de cabine, front sein, sluit sein, het dimmen van je front sein, de regeling van je meterverlichting, meldlampen, stroomafnemerpomp. Dus dit is om de andere stroomafnemer op te zetten. Kijk maar. Kijk. Oep, daar gaat de andere stroomafnemer op. Maar volgens mij moet hij altijd... Volgens mij, ik weet niet hoe precies. Maar stel je voor, ik wil vragen... Als er een machinist is... die mij kan uitleggen... hoe normaal gesproken een pantograaf moet staan. Dus bijvoorbeeld of... ja, zeg maar... met de knik naar achter toe of met de knik naar voren toe. Dus ja, ik weet het niet precies. Ik laat hem nu gewoon lekker zo staan. Of ja, het kan ook niet uitmaken. Meterverlichting, ruitverwarming, verwarming van de tyfoon en de voetverwarming. Nee, nog een mat 64. Nu zou je misschien in godsnaam afvragen, waarom zetten we een tyfoonverwarming op en wat is dat? Een tyfoonverwarming, dus de tyfoon is eigenlijk dit. De toeter. Waarom zit er een tyfoonverwarming op? Tijdens de winter kunnen de luchtleidingen vastzitten, waardoor er geen lucht meer doorheen kan komen naar de toetertjes toe. Dus... dat is dus eigenlijk de reden waarom een tyfoonverwarming op zit. En de toeter moet het wel altijd doen. Dus ja. Oh ja, jullie zien die tekstjes hier zo. Maar ja, daar moet ik nog assets voor hebben. Maar de meeste assets heb ik gelukkig. Dus. Nou, gaan we op weg richting station Wiegen. Nou, weet je, dit is, laat ik nog wel één shot maken onderweg dan, omdat jullie het zijn. Kijken of we nog een spoorwegovergang kunnen tegenkomen. Ja hoor, zeker. Komt hier aan hoor. De apenkop. Komt er ook weer net een auto voor. En daar gaat mijn shot.
Zo, dan komen we aan op station Wijchen. En ik moet even afremmen richting 40. Nou, nog 900 meter. Komt dus een mooi buitenaanzicht van onze mooie Mat 64 met de oude NS livery. Dus bijvoorbeeld echt gewoon geel, grijze deuren en de drie blauwe reclamebanen eigenlijk als het ware. Laat me wel even weten in de reacties. Wat is mooier, de oude livery of de nieuwste eigenlijk? Dus bijvoorbeeld de flow livery en bijvoorbeeld de wat oudere versies. De standaard geel-blauwe liveries. Dus bijvoorbeeld geel met bijvoorbeeld die blauwe banen. Dus ja, ik vind dit persoonlijk, het ziet er mooi uit. Maar het is natuurlijk niet meer echt van deze tijd natuurlijk. Maar ik vind het wel gewoon leuk nostalgisch staan. Vooral als je het hebt over dit soort oude treinen. Ik ga trouwens nog iets meer gas geven. Nou, in ieder geval, we komen aan op station Wijchen. Zo, en ik mag weer lekker flink gaan afremmen. Want we hebben ook een stootblok voor ons. Zo, en heerlijke piepende remmen. Goed, gaan we de deurtjes even openen. 1, 2, dat. Hupsakee. Goed. Wat ik eigenlijk nog even wilde zeggen. Wat veel mensen. En stel je voor, ik zou de ATB ook nog even uitzetten. Veel mensen maken die fout nog wel eens. En stel je voor, je bent zelf geen treinkenner. Ik kan dat nog enigszins begrijpen, maar stel je voor als je nog wel van die naam hebt gehoord. Want heel veel mensen zeggen dat deze trein de hondenkop is. Nou jongens, het is niet waar. Deze trein, kijk wat zoals je ziet, ik heb dit ook een keertje gezegd in een van mijn Terminal Railways video's. Waarin ik de hondenkop en een Mat 54, of in ieder geval waarbij ik deze trein en een Mat 54 mee heb vergeleken. Het verschil, dat ga ik nog één keer uitleggen. De kop van de neus van de Mat 64 is korter dan de Mat 54. De Mat 54 is langer en die lijkt ook veel meer op een hondenkop. Dit is een apenkop. Dus die heeft een wat kortere neus. Dus ga maar gewoon, ik zou zeggen, ga een plaatje opzoeken van een aap bijvoorbeeld. En vergelijk de neus maar een beetje. En ook hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld een plaatje van bijvoorbeeld een Mat 54 hebt. Ga dat maar vergelijken met een Mat 54. En ga, zoals ik al zei, dus ga bijvoorbeeld een apenkop vergelijken met een Mat 64. Dus ga bijvoorbeeld kijken of de plaatjes gewoon wel een beetje overeenkomen. En doet ook hetzelfde met bijvoorbeeld een hond en met een hondenkop. Dus ja, dat wil ik even zeggen. Dus wel, voor degenen die geen treinkenners zijn. Deze trein, die je nu hier zo ziet, is een apenkop. Dus ik zou zeggen, onthoud dat.
Wij zijn in ieder geval aangekomen op station Wijchen. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het kijken naar deze video. Misschien doe ik zo dadelijk nog even een shot van de terugweg. Dus zo dadelijk als wij uit station Wijchen vertrekken. En dan zie ik jullie heel gauw weer terug bij de volgende video. Of een volgende livestream. Like de video als je het leuk vond. En ja, laat een leuke reactie achter als je dat nog wilt. En ja, vergeet natuurlijk niet te abonneren op het kanaal voor nieuwe uploads. En dan zie ik jullie gauw weer terug bij een volgende video. Dus tot kijk!